Wist je dat als je alle Nederlandse campers achter elkaar zou zetten, je een gesloten rij van Amsterdam tot Parijs krijgt? En wist je dat dit type camper voor het eerst gemaakt is in mijn geboortejaar? Dus ja, ze zijn eigenlijk helemaal niet zo oud, joh. Nou, dit lijkt me wel een mooi plekje. Hallo, Kort-Jan. Hey. Lekker een biertje. Ja, een beetje. Of moet je wat hulp, kun je wat hulp gebruiken? Ik kan wel wat hulp gebruiken. Okay. Ik denk dat het me normaal gesproken zonder de wind zou lukken, maar nu is het een beetje winderig. Nou, dan gaan we jou even helpen. Zo, Hans. Dat is goed toe voor hier, hè? Mooi plekje zo hier in Zuid-Limburg. Ja. Past helemaal goed. Jij verhuurt dit soort busjes. Hoe komt het dat deze busjes nu op dit moment weer zo populair zijn? Ja, dat heeft verschillende redenen, Kort-Jan. Tegenwoordig het internet, de media. Ja. Het is weer helemaal terug van weg geweest. Het was niet weg, maar het is een cultbus en het blijft een cultbus. Ja. Het wordt steeds populairder. Jong en oud, iedereen heeft er wat mee. Ga de weg op, iedereen lacht je aan, iedereen zwaait. Ja. Het is genieten. Het doet me ook een klein beetje aan een hippiebusje denken. De hippies hebben de naam, ja. Maar het is tegenwoordig een busje voor jong en oud. Voor welke kampeerder is dit nou geschikt? Nou Kort-Jan, dit is voor iedereen geschikt, jong en oud. We hebben 4 slaapplaatsen aan boord voor volwassenen. En daar kan er zelfs nog een kind mee. We hebben een keukentje erin, we hebben een ijskastje erin. Je kunt er overal mee naartoe. Je kunt er een dag mee weg, je kunt er een week mee weg, een weekend. Een bedrijfsuitje, iemand verrassen, moederdag cadeautje. The sky is the limit. Worden deze busjes eigenlijk nog geproduceerd? Nee, deze busjes worden niet meer geproduceerd. Wij halen ze voornamelijk uit Amerika. Vanwege het klimaat hebben ze daar overleefd. Het Europese klimaat heeft de busjes geen goed gedaan. Er zijn nog wel Europese bussen. Maar ze komen voornamelijk uit het zonnige Florida. Heeft het nou veel onderhoud nodig? Onze bussen zijn bij de RDW geweest. Ze worden uitgelijnd, ze worden APK gekeurd. Wettelijk moeten we toch voldoen aan de nodige eisen. Ja, ze worden goed onderhouden. Mechanisch, remmen, motorisch, alles piekje wel in orde. Ieder knopje, lampje, noem maar op, werkt. Het is wel oud, maar we vinden dat je met een complete camper op wat moet. Stel je voor, ik ben onderweg naar Zuid-Frankrijk. De ANWB is natuurlijk niet gewend om aan dit soort busjes te sleutelen. Nee, dat is logisch. Hè? Kijk, de tegenwoordige ANWB-monteur, die heeft een kastje, sluit die aan, elektronisch. Dat is kapot, dat werkt niet. Dat geldt dus niet bij de oude Volkswagenbus. Daar kreeg de monteur vieze handen. Maar de ANWB-monteur zal zeggen, ja, de gaskabel kapot. Nou, daar zijn we op voorbereid. Een compleet pakket onderdelen bij ons, van gaskabel, VSNA, noem maar op, noem maar op, noem maar op. Dus zal de monteur toch onder de bus moeten kruipen. Stel, ik wil zo'n busje huren, wat best goed denkbaar is. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Nou luister, er zijn in Nederland verschillende verhuurbedrijven die zich bezighouden met de verhuur van dit soort busjes. Waaronder Klasse Camperverhuur. En online kun je deze heel leuk boeken. Je kunt kijken of ze beschikbaar zijn. Je kunt prijzen zien. Je kunt je arrangementje kiezen. Je kunt vrij op pad gaan. Het is allemaal online te vinden. Kun je omschrijven wat voor gevoel het rijden in zo'n busje nou geeft? Ja, dat gevoel dat moet je gewoon ervaren. Het is instappen, onthaasten. Het ruikt een beetje naar olie, het ruikt een beetje naar benzine. Ja, het is een auto, je ruikt weer auto. Dan de rijervaring, het vrije zicht rondom, de beleving, het gevoel. Ja. Je moet het gewoon ervaren. Ja. Het begint een beetje om te slaan qua weer. Ja. Ik zeg inpakken en wegwezen. Wat zeg jij? Deze help je even? Ja. Zo, dat was net op tijd. Ja. Zullen we maar een paar honderd kilometer naar het zuiden gaan dan? We gaan lekker naar de zon. Oké. Heb je wat op? Nee joh, pas op. Okay.